Afgelopen zaterdagavond, 9 uur scherp, liet Ubisoft, ik wou zeggen Assassin's Creed, maar Ubisoft liet de toekomst van de Assassin's Creed franchise zien tijdens een Ubisoft Forward, waar ze ook allerlei andere games toonden. Maar het zwaartepunt was natuurlijk Assassin's Creed, hun grote franchise. En die zat dan ook helemaal aan het eind. Ja. Ongeveer een half uurtje, ingeleid door Yves Guillemot. Je hebt Yves Guillemot nog gezien, toch? Nee, ik heb hem niet gezien. Oh. Ik heb hem niet gezien. Ik heb achter elk struikje gekeken, maar ik kreeg hem. Hij scheen daardoor het gebouw te cruisen, maar het gebouw was immens tijdens mijn trip, die we later pas zien. Ja. En we kregen daar inderdaad gewoon zeg maar het toekomstbeeld te zien. En jij bent een Assassin's Creed fan in Zeker. Principe. Ik ben dat ook. Dus ik was zeggen een volger. Adapt zijn we. We zijn misschien niet meer fan, want ik ben te vaak soort van dat ik het toch niet toffe games vond. Maar er zitten een paar delen in de franchise die ik gewoon een heel warm hart toedraag. Ja, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als jou. Net iets anders, dat ik eigenlijk die historische setting vind ik altijd wreed. En Ubisoft kan altijd mooie settings maken, maar dan halverwege de game ben ik eruit omdat het te veel hetzelfde is. En denk ik, waarom hadden ze het niet wat compacter gemaakt? Ja. Want dan was ik super happy geweest. Ja. Dus ik was heel erg benieuwd, omdat het gaat niet zo lekker met Ubisoft. En dan kun je de neiging hebben als bedrijf om te zeggen, oké, nou dat wat dan wel goed gaat, dat melken we dan ook volledig helemaal leeg, die uier. Voelde dat wel een beetje nu, toch? En inderdaad, zoals altijd werd er ook weer veel gelekt van tevoren. Eigenlijk werd alles al gelekt. Ja. We hebben 4 of 5. Maar laat ik zeggen, we hebben 4 elementen gezien. We hebben een nieuwe Assassin's Creed gezien. En straks ga ik alles even met jou doorspreken. Een nieuwe Assassin's Creed gezien die een beetje ouderwets moet aanvoelen. Ja. We hebben een beetje al de eerste gedachtes gezien over Infinity, waarbij dan inderdaad 2 nieuwe verhalen speelbaar kunnen zijn. En we hebben 2 mobile versies gezien, waarvan eentje ook nog eens een keer bij Netflix kwam. Plus nog eens een keer een live live-serie, ook op Netflix. Dus dat is echt fucking veel. Ja, het is echt heel veel. En we hebben natuurlijk die games komen al. Ik zat er laatst over na te denken. God heeft heel veel delen gehad. Maar Assassin's Creed heeft inmiddels echt 27. Ik wou net zeggen, de tientallen in 15 jaar, 27. Ja, dat is echt heel veel. En er zitten natuurlijk mobile versies bij en wat dan ook. Maar er zoveel komt daarvan uit. En er is natuurlijk een film van uitgekomen. En wij zeggen al heel vaak over deze serie van, nou, als ze nou het een beetje uitsmeren, elke 4 jaar een keer eentje, dan voelt het, kunnen ze er meer tijd in stoppen, voelt het super speciaal, want het zijn wel altijd, het kunnen hele speciale games zijn. En dat doen ze dan niet. En nu pompen ze er nog, de kraan gaat alleen maar harder aan, de stortvloed. Ik denk wel dat jij dat relateert vanuit smaak, vanuit wat jij wil. En wat jij wil is een schitterende open wereld waarin jij 1 uur of 40 lekker kan ronddarren, dingen kunt doen. En die games waren er vroeger heel erg. Maar ik heb het gevoel dat zij denken, oké, maar Jelle is zo'n gamer, maar je hebt dan aan de andere kant ook de gamer die wil wat meer singleplayer. En dan heb je de gamer, die hebben die consoles niet, die willen iets op mobile. En misschien willen ze er ook wel naar kijken. Dus ze gaan het nu allemaal verspreiden. Ja, maar is Assassin's Creed zo goed dat weet ik dus niet. Dat is dus de perfecte vraag van, het is geen Mario. Nee, en sterker nog, kan jij een soort van 4 Mario's naar vooruit kijken en een Mario-serie en een Mario Mobile Game en nog een Mario Mobile Game. Dat zelfs, ik zou zelfs zeggen, voor Mario is dat veel. Zeker, maar Mario zit natuurlijk ook in Mario Kart. En Mario heeft een doel. Ze melken dat natuurlijk ook, maar op een hele andere manier. Het is heel gewaagd. Ik wil eigenlijk die conclusie pas aan het eind maken. Of dat nou wel slim is. Laten we even beginnen met de game. Die eigenlijk het meest in de spotlights stond. Omdat die nou eenmaal het snelst ook gaat uitkomen. 2023. Dit is Assassin's Creed Mirage. We zien hier beelden van. En dit is Ubisoft. Hè? Zij kunnen zulke mooie trailers maken dat ik eigenlijk meteen weer verkocht was. Wil ik. 15 tot 20 uur gameplay. Dat is wat Cotier, dat is de man die nu de Assassin's Creed franchise gaat vormgeven. Hij is de nieuwe baas daar. Meer gericht op
de oude Assassin's Creed. Dus meer stealthy. Je speelt met Basim. En Basim is ook geen brute warrior die gewoon hup het plein op gaat en 20 man tegelijk kan aannemen. Nee, hij moet dat toch wel echt van stealth hebben. Kills maken, uitzoeken. De juiste, een beetje Hitman-achtig van oké, hoe ga ik dit oplossen? Ga ik bovenlangs? Parcours wordt wat belangrijker. Ja, precies zoals inderdaad gewoon wordt wat belangrijker. Weet je, wordt weer belangrijk. Want dat ja, is wordt weer, hoe ja. 1, 2 en 3, of eigenlijk 1, 2 en alle dingen daarvan. Zo klinkt dat. Ja. Basim is volgens mij, hebben we die ook gezien in Valhalla. Ja. Maar dan 20 jaar of wat dan ook later. Dus ja, dit is 20 jaar eerder is dit, ja. Dat is een jonge Basim. Ja, precies. Nou ja, tof. Bagdad. Ja. Waanzinnige stad in de oudheid. Ja, maar wat je nu ziet is gewoon, dit ziet er echt uit als inderdaad old. Ja, het zijn veld zelfs, dat is nog grappiger. Ja. Als old school Assassin's Creed. Van ja, inderdaad 1 en... Ja, je hebt ook een vrouw die is zijn leermeesterin. Oh ja, ja. Die de voice heeft van, ik ken haar naam niet, die is net even te moeilijk, maar dat is die actrice met een hele zware stem. Hoe heet ze ook weer? Ja, ik ben de naam. Welke zijn er? Waar zit ze in? Ja, zij speelt in heel veel films. Als je haar hoort, dan weet je meteen, kan je visueel. Maar goed, het is een bekende actrice dat het speelt. Maar de vraag is, kijk, dit is wel wat ik leuk vond aan Assassin's Creed. Historische setting, stealth gameplay en 15 tot 20 uur. Maar dit is niet per definitie wat jij nou heel tof vindt. Namelijk die open wereld waar je... Want hier kun je niet helemaal zelf gaan doen wat je wil. Nee, nee, dit is niet echt een open world versie. Nee. Unity was ook wel een... Kijk, ze zeggen natuurlijk, ze focussen meer op dit en dat. En 15 uur, dat is inderdaad niet 40 plus. Dus ze zullen maar het blijft natuurlijk wel een open stad waarschijnlijk. En misschien is de missiestructuur inderdaad niet open. En is het, volg je echt een pad. Maar ja, dan wacht ik lekker op de volgende. Dat is helemaal niet erg, weet je. Dat vind ik helemaal prima om dat te doen. En ik hoop dat het voor de old school Assassin's Creed fans een deel is wat gewoon vet is. Weet je? En ik ga het wel even proberen. Ik vind het altijd lekker om ook in die oudere rond te rennen. En letterlijk even te parcouren. Even een soort van naar beneden te springen. Gewoon even toch. Je kan wel in die stad gewoon even huishouden. Dus dat ga ik ook vast wel even proberen. Ja, parcours wordt ook sneller, meer dynamischer dan bij de vorige delen. De voice actress is trouwens Shore Agdashlu. Ja, goed, moet je wat zeggen. Ik bedoel, moet ik een foto laten zien? Dan zoek het wel een keer op. Anyway, ik was hier wel door geïntrigeerd. Dit is ook duidelijk dat Ubisoft heeft geluisterd naar toch de klacht dat games te lang werden. Hè? Bedoel, hij heeft een aantal interviews gegeven, die heb ik allemaal gelezen. En daar komen ze de hele tijd van, not everything will be 150 hours, weet je. Dat ding, dat snappen ze nu wel, dat niet... We hebben de tijd er niet meer voor. Veel gamers hebben gewoon de tijd niet om 150 uur te vullen. Dan kan je er wat veertjes beter... terug. Vet. Kan je het wat compacter maken. Hé, een zombie. Zag je dat? Op het eind? Dat zou kunnen. Ja, heb ik natuurlijk wel die ancient stuff. Er komt steeds meer mystiek natuurlijk in, of mythische dingen in Assassin's. Dus volgens mij zag ik een zombie. Oké, Bagdad, meerdere steden, dat hebben ze ook gezien. Ik moet zeggen dat dit beviel mij wel. Ja. Dit vond ik tof. Ik vond het tof dat de Return to Form, ik vond de setting. Het was weer eventjes ouderwetse Assassin's Creed. Het is niet per se mijn soort Assassin's Creed. Maar bij mij zit namelijk ertussenin. Want ook Odyssey en Valhalla vond ik gewoon te groot. Dat is ook niet mijn Assassin's Creed. Dus ja, ik ben gewoon heel picky. Maar er komt tegenwoordig, en het komt eigenlijk altijd om, er komt zoveel uit dat ik ook gewoon een paar delen even niet kan spelen. Mm-hmm. En het ook niet erg vind. En gewoon degene eruit pik die ik wel tof vind. Nou ja, dat is dus een beetje het probleem wat Ubisoft een beetje probeert op te vangen. Ja, maar ergens vind ik het juist dat ze dat niet doen. Ze probeert wel op te vangen door gewoon met hagel te gaan schieten. Ze doen hetzelfde met soort van al die free-to-play games die ze hebben. Ja. Van hier heb je er 15, kies er maar één. Ja. En dat is met dit ook. En ergens heb ik dan zoiets van, ja, maar waar is dan je focus? Ligt dat op allemaal? Ze hebben natuurlijk tyfus veel studio's. Precies. Tyfus veel mensen. Ja. Maar ergens is dit van, ja... Weet ik niet. Het soort van, als je dat zo erg verdeelt, dan heeft toch niks een hele intelligente focus. Behalve dan dat zij een soort van banglijm hebben gemaakt en dat heet Infinity. En wat ze willen, Infinity is een hub. Zo moet je het echt zien. Dus feitelijk, als jij straks op een gegeven moment een Assassin's Creed game boxed koopt, dat kan nog steeds,
dan start hij niet op zoals altijd. Nee, dan, ploep, dan kom je in die hub terecht. Die hub is eigenlijk een beetje... Nou ja, de launcher, maar dan van niet Uplay zelf. Nee, vanuit Desmond zelf, weet je. Hoe heet dat nou ook, dat die tijdreismechanisme? De Animus. Ja. Nou, dat is wat je gaat zien. Dus daar kom je en dan zie je al die DNA-strengen. En daarin zullen dan waarschijnlijk ook die games zitten die je op dat moment niet gespeeld hebt. Dus wat zij hopen is van, stel nou, jij gaat voor bijvoorbeeld, daar gaan we het straks over hebben, over de eerste grote game die dan Infinity moet komen. Dat is Codename Red. Ja. Stel nou dat die game er is en je speelt die, dan zie je dus bijvoorbeeld ook een streng lopen naar Mirage. En dan ben je, Red vond je zo fantastisch. Fuck, ik ga Mirage toch ook even proberen. Ja. Want je kunt hem vanuit de Infinity kun je hem gaan kopen. Ja. Dat vind ik op zich wel weer slim. Want als het allemaal boxed is in de winkels, dan zul je het waarschijnlijk minder snel gaan kopen of in de Ubisoft winkel dan dat je in die wereld zit. Ja. Zo proberen ze die dingen allemaal aan elkaar te verbinden. Ze willen ook crossovers gaan doen. Dus dat er weer deeltjes heen en weer gaat. Er komt free content ertussen. Ja. Ze proberen het een beetje te verbinden. Het is een toffe nieuwe manier van een, ja, een, het is dan wel natuurlijk een franchise pushje eigenlijk. Ja, maar zeker. Het voelt inderdaad wel... Of nou ja, het voelt niet fris, want ja, wel fris. Niet nieuw, maar wel fris, omdat het voelt ergens gewoon als een launcher. Maar dan 3D vormgegeven. Dus dat je inderdaad als gamer misschien inderdaad in de verte al wat mistige... Oeh, er komt iets aan, vet. Mm-hmm. Dus dat je... Ja, ja, dat je er meer verbinding bij hebt. Zolang je maar niet gedwongen wordt van... Oké, maar als je Red helemaal uitspelen, moet je wel eigenlijk Mirage... Of als je Mirage niet hebt gespeeld, dan mis je wel wat in Red. Want dan snap je de clue niet helemaal. Ja, dat hoop ik niet. Nee, dat hoop ik niet. Van Red kregen we eigenlijk heel weinig te zien. Zo heel simpel was het. Maar ik dacht wel even van... Oké, dit is wel iets. Dit is iets wat heel veel fans heel graag wilden. Het oude Japan. En jij bent een groot Japan-fan. Ja, zeker. Maar ik heb hem al gespeeld. Dus dit is Ubisoft... Too little, too late. Ja, want... Ja, tuurlijk. Nou, we hebben fucking Ghost of Tsushima. Ja, nou, okay, ten eerste gaat dit niet beter zijn, want een Assassin's Creed game is bijna nooit beter dan bijvoorbeeld een Ghost of Tsushima. Mm-hmm. En precies wat je zegt, wilden. Ik denk dat de Assassin's Creed community hier al meer dan 10 jaar om schreeuwt. Van dat leent zich helemaal voor Japan. Nou, 10 jaar na dato. Het is zo lang geweest dat er andere studio's, Sucker Punch en Sony, hebben gedacht van... Nee, als zij het niet doen, dan dat gaan doen wij dat toch lekker doen. Ja. Die game heeft 4 of 5 jaar of zo in ontwikkeling geweest. Die is uitgekomen. En 1,5 jaar later heeft Ubisoft zoiets van... Oh, we're gonna do it as well. Weet je dat? Nee, maar dit is, ik zou het bijna uit principe niet gaan spelen. Nee, wat mij betreft... Ja, het is zo dom. Je zet iets neer waarvan de hele wereld denkt van... Oh, wauw, dat is een cool gameplay principe. En een soort van, het wordt na 3 delen duidelijk dat het zich heel erg leent voor Japan. En dan laat je het 10 jaar op zich wachten. Zover dat andere studio's het voor je zijn gaan doen. Ik denk... Dan ben je gewoon dom bezig. Ik denk wat er gebeurd is dat Ubisoft heeft ingespeeld op de Viking hype. Die er natuurlijk... Niemand vindt Japan tof. Dat is toch altijd een toffe vibe? Ja, maar dat vraag ik me af. Viking of Japan? Ik vind Japan bijvoorbeeld... Ik ga deze overslaan, want ik heb niet zoveel met Japan. Ik weet niet of veel mensen ook wel met Viking wat hadden... Maar er was natuurlijk een enorme hype door die serie. Ja, dat soort dingen. Maar dat is precies mijn hele punt. Ubisoft, die loopt achter hypes aan. Exact. In plaats van dat ze hypes creëren. Want dat vind ik het toffe aan sommige games en gaming in het algemeen. En andere nerd dingen en überhaupt in het leven... is dat je hebt sommige bedrijven die volgen trends... en sommige maken trends. Klopt. Maken trend. Ja. Je hebt met Assassin's Creed heb je een soort van trend ooit gemaakt, een soort van action en later werd het open world game, maar dat heb je gemaakt. Probeer die kwaliteit door te pushen in plaats van dat je denkt van we hebben nu iets gemaakt wat iedereen cool vindt, maar wat vindt iedereen dan cool? Ja, nee. Ja. Leer het ons. Ja. En dat is wat Ubisoft niet kan. Dat zit denk ik gewoon niet in hun DNA. Of ze durven het niet. Ja, maar dat bedoel ik. Alle twee is het kut. Als je iets ergens niet kan, dan ben je dus blijkbaar niet capabel. En dan ben je een volger. En als je het niet durft, is dat bijna nog poesierder. En dan ben je ook nog eens gekozen een volger. Nou, en ik hou daar niet van. Ik hou van mensen die inderdaad trend zetten. Of bedrijven die trend zetten. Dus nu hebben ze dus gezien... want ze dachten van, Vikings zijn lijp. Dus laten we maar een Viking... Nou ja, 3 jaar verder heb je dus eigenlijk 2 jaar te laat een Viking game. Ja. Want die Viking game... Ja, die zijn nu is Viking wel een beetje... Nee, maar daarom. Dus zij waren het strohalm, het laatste dingetje van Vikingen. Ja. Omdat zij 3-4 jaar ontwikkelingstijd nodig hadden. En nu hebben ze gezien door Ghost of Tsushima... Oh crap, Japan was wel tof. Hadden we het toch moeten doen. En dan gaan ze het doen. Ja, ik vind dat slap. Ze zijn natuurlijk al wel... Ja, want deze moet 2024 denk ik uitkomen. Wel 2 jaar mee bezig. Maar ik ben het met je eens van, het is... beetje
too late. Ze kwamen met nog een game, nog een grote game. Weer een andere studio, want je hebt Quebec en je hebt Montreal en weet ik allemaal wat. En die kwam met iets wat mij wat meer intrigeerde. Dat was codename Hexe. Ja. Dat gaat een beetje naar ja, heksen. De inquisitie, dat soort dingen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vond het begin van de presentatie vond ik leuk met Mirage. Dat was groot, daar kreeg je veel van te zien. En daarna kreeg je alleen maar van dit soort kleine... Ja, maar ze natuurlijk, ze hebben hier ja. nog, ze zijn letterlijk bezig met het maken nog van de leveltjes en bedenken ja. van het verhaal. Er is nog niet genoeg om te laten zien. Behalve dus Vibe. En hier, waar doet dit je dan aan denken? The Witcher-achtig iets? Of, bijvoorbeeld, of ja. weet je, Hellblade. Ja. Ze hebben gezien, oh, iedereen gaat los op Hellblade. Maar dan doen we ook iets met heksen. Ja. Stupid. Ja. Fucking volgers. Ja. Ja, je hebt natuurlijk maar zoveel tijden die populair zijn, hè? Nee, je maakt dat. Ja. Hellblade, Senua, die heeft niet gedacht, oh, wat is er... Oké, Vikingen is nog steeds inderdaad natuurlijk, want ergens is dit... Ja, het is een beetje de natuurgeloven, christenen, heidenen. Ja, dat had je 5 jaar geleden wel aanzien kunnen komen, hoor. Ja. Dat hip zou worden. Dus daar kan je op inspelen en dan moet je het dan maken. En dat heeft dus Hellblade 1 heeft dat gedaan. Die heeft niet van, oké, natuurgeloof en een beetje Vikingen, paganism, klaar. Hier, we maken er een game van. Dus zij hebben dat gedaan. Zo maak je speciale settings. Mm-hmm. Zij lopen achter die shit aan. Nee, de belangen zijn te groot om die durf te ballen te hebben. Om te zeggen, wij gaan ons eigen ding te doen. Nee, daar ben ik het helemaal met je eens, hoor. Want ik vond dat... want even nog doorlopend. Ze kwamen ook nog met eigenlijk 2 mobile games. Waarvan er 1 codename Jade heette. Eerlijk, ik denk dat ik hier nog het meest enthousiast over ben. Afgezien van dus Infinity, wat niet eens iets is om gamers blij. Weet je, dit is letterlijk marketing om nieuwe games te pushen. Ja. Gewoon een 3D, een metaverse of hoe noem je dat? Een metadingetje maken om maar games te pushen. Maar dat was ergens vernieuwend, want dat zie je nog niet in heel veel andere games. En dit, een full-fledged Assassin's Creed in China, op je mobile. Ja. Dat absoluut. Vind ik wel, want dit soort games heb je niet op mobile. Nee. Dus dat vind ik cool. Nee, dit is ook nieuw. Wel die mobiele telefoons, die worden zo krachtig geworden. Dus je krijgt er waanzinnig doen. Ik ben heel benieuwd, en daar helaas konden we gewoon te weinig van zien, van horen, werd er over verteld, hoe dat dan bestuurt allemaal. Ik heb altijd... Ja, maar je kan het of doen, of je kan tegenwoordig gewoon een controller aan je ding hangen. Dus ja, maar dat wil ik dus niet. Je moet controller meeslaan. Waar moet ik die in mijn broekzak? In je tas? Je hebt altijd de rugtas mee. Ja, dat is waar. Ja. Maar niet altijd. Bijna altijd. Ja, nee, goed. Als jij de trein, wat ik zeg, waarom heb jij überhaupt, wat heb je in je rugtas zitten? Een banaan. Heel veel eten en een krant. Dat bedoel ik, eten, krant en er straks een controle. En straks een controle. Ja, nee, goed. Dat nee, bij bewijzen van. En vaak kan je natuurlijk ook gewoon op je beeldscherm spelen, maar dat speelt inderdaad. Dan krijg je echt een mobile ervaring. Dus neem alsjeblieft een controller mee. Nee, dat is waar. Ik weet namelijk even niet of Jade nu van Ubisoft was. Want ze gaan ook een mobile game maken voor Netflix. Dat is ook een beetje waarvan ik denk... Ja, die snapte ik nog niet helemaal. Volgens mij is Netflix Games is ook gewoon letterlijk een uitgever. Is een uitgever, ja, klopt. Van ja. indie-achtige staf. En daarvoor gaan ze dus ook een mobile game. Dus ze maken dus 2 mobile games. Een full-fledged. Ja. Maar ze hebben natuurlijk wel vaker mobile games gemaakt. Dus dat is het is meer van waarom dan Netflix? Terwijl ze ook Ubisoft Plus aan het... Hè, dat zijn ze ook heel erg aan het pushen. Dat is toch ook weer een beetje zo van... Oké, misschien als we daar doen, wie weet verdienen we daar precies wat geld. Dat, precies dat. Schieten met hagel. Het is een beetje schieten met hagel, inderdaad. Ja. En het is een tactiek. En die tactiek volgen ze al jaren, vooral Ubisoft. En sterker nog, ze doen dat nu al zo lang en vrij statig blijven ze dat doen. Dat ik denk dat het werkt voor ze. En dat is inderdaad gewoon, dat is ook een business tactiek. Weet je, Sony die spit zich op 3 focussen games per jaar. Die heel erg, ergens best wel eigen zijn. En Ubisoft schiet met hagel. En zo zijn er andere partijen die ook gewoon schieten met hagel. En dat is waarschijnlijk ook een tactiek of een bedrijfsstrategie die best wel winstgevend zou kunnen zijn. Ik denk namelijk dat we dit ook gaan zien bij... Activision of misschien nee, zelfs bij Ubisoft Microsoft. Zelf. Nee, bij Ubisoft zelf. Ik denk dat we het ook gaan zien bij The Division. Ja, maar dat hebben we al gezien. Dat zien we al. Ja. Je hebt The Division 2, je hebt The Division Heartlands, je hebt Ghost Recon. Weet je, je hebt al die free-to-play games. Dus daar doen Far ze precies Cry hetzelfde. Ja. Er zit een gevaar in. Het wordt natuurlijk een soort van hub waarvan je alles uit gaat doen. En daar kunnen ze heel veel toffe dingen mee doen, maar ze kunnen ook je allerlei dingen gaan opdringen. En dat was nog niet helemaal bekend. Er was een klein beetje rumoer op een gegeven moment dat er blijkbaar ergens in een screenshot of whatever stond ook dat er
De Epengi rating die was hoog vanwege gambling, in-game gambling. Dus ja. Ja, maar dat is voor een mobile game natuurlijk ook niet. Nee, dat was bij volgens mij bij Mirage. Ja? Dus die game gaat overigens €50 kosten, dus die wordt dan weer wat goedkoper. Maar dat vind ik dan wel weer grappig. Want ergens, dat zeggen wij altijd, je hoeft niet te betalen voor uren. Nee. Dat van als een game vet is voor 15 uur, dan kan het ook 70 piek waard zijn. Ja. Dus dat vind ik dan wel ergens grappig dat ze dat terugschalen. Ik vertrouw alleen de industrie niet meer de laatste tijd. We krijgen te vaak de vervelende dingen, als bijvoorbeeld microtransactions, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja. Die krijgen pas altijd te horen als die game uitkomt. Ja. Dus altijd even een slag om de arm. Terugkomend op wat jij in het begin zei. Gambling kan ook letterlijk een potje game, een in-game gok, potje poker zijn. Dat zou zit kunnen. Ook al sinds jaren en dag natuurlijk in RPG's. Ja. Alleen is dat nooit voor echt geld gedaan. Misschien. Ubisoft zei dat het een typo was op dit moment. Ja. Weet ik niet. Nee, ik zie me eigenlijk. Ik weet niet of het dus inderdaad microtransactions al zijn pakjes of dit of dat gaat zijn. Ik voel eerder. Of ik zou het niet heel raar vinden als je gewoon die minigames dobbelen of wat dan ook echt kan doen. Ja. Lijkt me ergens best wel grappig. Ja, ze gaan ook nog je verder met NFT's. Daar willen ze ook nog op doorzetten. Maar goed, dat gaan we allemaal dan nog wel zien. Ja. Ik wil even afsluiten met wat ik heel erg had was. Ik was heel enthousiast over Mirage. Ik dacht van, hey, vet, dat wil ik spelen. Leuk, 15, 20 uur, helemaal gemaakt voor mij. En daarna kregen we nog al die andere dingen erbij. En op een gegeven moment had ik weer last van Microsoft, van Assassin's Creed Overload. Van, ja. Fuck, wat veel, weet je wel. Ik bedoel, ja. dude, hoe sterk... Het is niet eens steeds dezelfde assassin. Het zijn elke keer andere assassins, weet je. Hoeveel, ja. Ik hou het niet meer uit elkaar. Is die franchise zo sterk dat de mensheid en de gamer en de nerd dit wilt? Dat weet ik niet inderdaad. Nee. Kijk, zeker, het is een grote franchise. Absoluut. Maar ja, of het zo hype is dat ze zichzelf inderdaad helemaal met een hub en een soort van 5 games in de toekomst gaan kijken. Heb jij zin in die ik heb op een of andere manier wel zin in die Netflix serie, maar gewoon omdat ik nog niks gezien heb. Want ja. Ik kan natuurlijk fucking met al die historische settings denk van wow, dat kan best mooi zijn, maar... Ja, maar heb je die film gezien? Was ook wel aardig. Nee, maar ze vertelde er ook, hij vroeg of die ene man die ook van Ubisoft was, die vroeg van, can you tell me who is the casting director? En toen... Nee. Weet je wel, ze zeggen dan weer niks. Dan denk ik van ja... Nee, maar daarom omdat het dus te ver nog in de toekomst ligt. En dus ze wilden nu gewoon eventjes een Microsoftje poelen, soort van, weet je, vorige of 2 jaar terug, dat ze gewoon... Een hele sloot aan games die echt nog heel ver in de toekomst, weet je, die Elder Scrolls en Starfield deden ze dat toen, ja. Maar ook met Avowed en al die dat jaar, dat en dat werkt, want iedereen heeft zoiets van, ja, maar er komt zoveel vette shit aan. Ja. En dat hebben zij natuurlijk ook geprobeerd te doen. 2025, 2026 hebben ze nu soort van bekendgemaakt van wat er allemaal gaat komen. Dat is dit. Dat is dit, ja. Ja, oké, maar dat bedoel ik. Dan heb je elk jaar heb je iets. Ja, ik moet wel zeggen, dus dan, ja, dat. Je hebt inderdaad ten eerste elk jaar iets. En ten tweede dus, komt er 4 jaar na Ghost of Tsushima komen zij met een ding. Terwijl zeker. Ze dus 14 jaar eerder hadden kunnen zijn. En mijn probleem altijd met elke Ubisoft game, bijna elke Ubisoft game, is het is altijd iets tussen de 7 en de 8,5. Maar ja. Het is nooit een keer een 9,5. Het is nooit een keer een The Witcher. Het is nooit een keer een GTA. Black Flag was dat. Dat was echt een ja, maar... Okay, die was echt heel sick. Maar dan denk ik van inderdaad, ik had liever gehad van er komt 1 game over 2 jaar uit waar we al 5 jaar mee bezig zijn. Ja. Die gaat die hele serie op zijn kop zetten. Dan weet is je natuurlijk wel? De stakes nog veel hoger. Want als je daar dus 300 miljoen in pompt, dan moet het ook 400 miljoen opleveren. Ja. En dat is nu niet het geval. Dit is gewoon de Ubisoft-tactiek. Schieten met hagel. Dus die producties zijn niet zo risky of wat dan ook, dat het een 9 zou kunnen zijn, maar ook een 6. Nee, het zijn altijd gewoon 7 à 8'jes. Ja. Of misschien een 8'jes misschien zelfs hoog tegenwoordig, maar het zijn altijd 7 plus 7,5'jes. Ja. En met die tactiek verdienen ze geld. Dus... Ja, maar het is nooit een moetje, waardoor je feitelijk nog meer geld zou kunnen verdienen. Ja. Ik bedoel, je verdient er altijd wel geld mee, maar het is nooit een moetje waarvan je weet van iedereen gaat het erover hebben. Dat vind ik wel jammer. En dat was een beetje mijn nasmaak. Blijkbaar ook die van jou. Ik ben benieuwd naar de mensen thuis die ongetwijfeld dit hebben gezien. Of anders kun je het gewoon nog even... Ik zal het linkje er wel even inzetten. Het staat allemaal op Twitch. Het staat op YouTube. Wat is jouw mening over de toekomst van Assassin's Creed? Te veel of juist niet? Lekker. Je kan een beetje grasduinen wat je wel niet leuk vindt. Laat het ons even weten.